Ja, dag allemaal. We zijn er weer. Ik zou zeggen Mercurius. Nou, dat is leuk. Daar gaat het inderdaad over. Maar we hebben het natuurlijk over Virgilius, Aeneas, boek 4, 246 tot 251 in deze video. Mercurius heeft zijn schoenen ondergebonden, heeft zijn staf gepakt en hij vliegt door de wolken heen op bevel van Jupiter om Aeneas te gaan waarschuwen dat hij uit Carthage moet vertrekken richting Italië. En dan, Iamque volans apicent laterardua cernit Atlantis duri caelum qui vertica fulcit Atlantis et cetera. Goed, eerst maar eens dit. En reeds vliegend, PPA, terwijl hij reeds vloog, toen hij reeds vloog, toen hij al vloog, cernit, onderscheidde hij, zag hij, nam hij waar, de apicem, de kruin, de punt, de top, en de ardua, de steile latera, steile zijden, kanten, flanken van de harde atlas. Apicem, accusatief is enkelvoud. Latera ardua, accusatief is meervoud, onzijdig. Van latus arduum. Dit is gewoon presens. Hier genitief is van atlas en van durus. Hij zag de hoge punt en de zijkanten van atlas. En dan moet je nu even niet denken aan deze plaatjes. Ja, beetje wel. Maar je moet eigenlijk denken aan dit plaatje. We hebben hier over een landkaart. Want hij kwam hier vandaan. Even inzoomen. Ja, kijk, daar staat hij. Mount Olympus. Daar zetelen de goden in Griekenland. Als we dan zo uitzoomen, dan komen we zo hier helemaal. Woop, komt hij zo. Daar. Oh, Atlas Mountains. Het Atlasgebergte in Marokko. Je ziet daar die mooie lijn lopen. Hier zo natuurlijk, hè? Zie je hem? Daar was het Atlasgebergte. En daar ging hij als eerste zo'n beetje naartoe. Wel een beetje raar als je uiteindelijk daar naartoe moet. Naar Tunis, nee, naar Carthago. Hè. Dat lag ongeveer hier zo inderdaad. Dat is een beetje merkwaardig. Waarom dat is en hoe dat komt, dat lezen wij zo meteen verder. Maar dat is wat hier aan de hand is. Eerst zo, en dan weer zo terug. Even terug naar naar de tekst. Op die andere plaatjes kom ik zo weer te spreken. Dus van de harde atlas. Hier eventjes de volgorde omdraaien. Qui caelum vertice fulcit. Die de hemel fulcit ondersteunt. Stut vertice. Ablatief is van vertex. Met zijn kruin, met zijn top. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als apex. Of vertex. Dan herken je uiteraard dit beeld ook, hè? Dus dat hij daar op de hemel, op de aarde staat. Wel een beetje heel erg uitvergroot in dit geval. Het is natuurlijk gewoon dat Atlasgebergte. En dan daar dat hij de hemel draagt, hè? Dat Atlas zo gebergte zo hoog is en sterk dat hij daar de hemel ondersteunt. En natuurlijk het verhaal wat daar ook bij hoort, namelijk dat Atlas een titaan was en in de titanenstrijd tussen de Olympische goden onder leiding van Zeus of Jupiter en de Titanen onder de leiding van Kronos, de voorgaande godengeslacht als het ware, hebben de Titanen de onderspit gedolven en heeft Jupiter opgedragen dat Atlas op één plek bleef, namelijk in Marokko daarheen, bij het noordwesten van Afrika, als een berg om daar tot eeuwige dagen als straf de hemel te moeten torsen. Zie je heel mooi uitgebeeld op dit plaatje. Hoe het dan is gekomen dat uiteindelijk moderne beeldkunst altijd atlas wordt neergezet dat in de gedaante van iemand die de aardbol draagt, dat is mij onbekend. Daar kunnen we nog eens over een onderzoekje naar doen. Vooral bij het vak kunst denk ik dan aan. Misschien iets voor een PWS voor iemand die in de vierde of vijfde, zesde, vijfde klas zit. Maar dit is niet zoals de ouden het zagen. Dit wel. Het wordt herhaald van Atlas. Dus dat is gewoon een asynteton en een anafoor. Hij zegt nog een keer Atlas, in dit geval zonder Duri. En dan gaat hij daar nog een keer een beschrijving geven van die Atlas. Wederom een vertraging
van het geheel om de lengte van de tocht weer te geven. Dus het loopt helemaal door tot aan Barba. En pas in het volgende stukje, daar gebeurt weer wat. Even die beschrijving. Kink to the... ik moet even goed scanderen. Atlantis kink tat sidue cui nubibus atris spiniferum caput et vento pulsator et imbri. Nix humeros infusa tegit tum fluminamento praecipitant senes et glacie riget horrida Barba. Van Atlas. Cui, voor wie, de piniferum caput, letterlijk het pijnbomen dragende hoofd, jawel, uw hoofd, er wordt nu al een menselijke gedaante aan deze berg toegedicht. De pijnbomen dragende hoofd, hè, dus de top van de berg was vol met bomen. Ad sidue kinctum, voortdurend omringd, omgord, van kingere, nubius atris, ablatives hier, door zwarte, diep zwarte, gitzwarte wolken. Denk aan de wolken waar Mercurius doorheen vloog. Kingdom is onzijdig, want Caput is ook onzijdig. Dus het werkwoord is of zijn, of u staat daar niet, is een ellips. Dus is dat waar? Nee, excuseer. Voor wie het pijnend bomen dragende hoofd, dat voortdurend omgord wordt door zwarte wolken. Ik kan het gewoon met een datzin vertalen. En dan komt pas persoonsvorm, dus geen ellips, pardon. Pulsator, letterlijk geklopt wordt of gebeukt wordt, passief. Et vento, en door de wind, et imbri, en door de regenbui, door een regenbui. Ik kan zeggen door de regen, op mijn part. Gaat het verder, het is altijd slecht weer daar, het is nogal een onaanspellend gedoe. Een losjes eraan vastgeplakt zinnetje. Gewoon met een komma eraan vast. Geen verbindingswoordje. Het loopt niet echt lekker door. Het is wat je noemt een anacoloet. Dat is een mooi woord voor een beetje los, niet echt kloppende grammatica ding iets. Wat staat er? Gewoon sneeuw bedekt. Of infusa nix staat er ook zelfs. Hè? Erover uitgegoten sneeuw bedekt zijn schouders. Hier PPP van invoederen, uitgieten over. Erover uitgegoten sneeuw bedekt zijn schouders. Verder, toen, daarna, dan verder ook nog. Praecipitant, stromen naar beneden. Het is eigenlijk hals over kort. Eigenlijk praecipitis caput. Is dat je hoofd, je caput, praai naar voren als eerste gaat. Dus hals over kop naar beneden storten. Dus ik vind naar beneden stromen een beetje te zwakjes vertaald, eigenlijk zoals in ons boekje staat. Dus de hals over kop stortte zich naar beneden. Flumina, rivieren. Mento senis. Van de, ja, dan moet je zeggen, A mento, D mento. Hè, dus vanaf de kin naar beneden. De kin senis. En dat is geen dus van senex. Vanaf van de oude man. Het wordt hier dus voorgesteld als een oude man. Ook niet alleen als een berg. Dus een beetje wordt daarmee gespeeld met zowel het uiterlijk van een berg als van een oude man. Hij heeft een top, hij heeft steile zijkanten, maar hij heeft ook een hoofd en een kin. Hij heeft schouders. Het wordt nog beweerd van, ja, als er sneeuw ligt en er komen rivieren vandaan, zijn het dan misschien gletsjers? Nou, dat kunnen we niet helemaal bewijzen. Het zou goed kunnen dat hij inderdaad bedoelt op bevroren rivieren. Zijn horrida barba, zijn ruige baard, riget, letterlijk, is hard, of zoiets dergelijks. Hij rigere, ik denk aan rigide, is verstijfd. Glacie, ablatief van glacies, is van de vijfde groep, de E-declinatie. Dus dat wil zeggen door ijs. Zijn ruige baard is hard, is verstijfd door ijs, of met ijs, of zoiets dergelijks. Goed, wat kunnen we hier allemaal over zeggen? Laten we met het laatste beginnen. Praecipitant senes et glacie riget hordia barba. Allemaal tactili voor de verandering. Horen we dat, dames en heren? Praecipitant senis et glacie riget horrida barba. Sorry dat ik daar stotterde. Misschien heeft iets te maken met het praecipitare, het naar beneden denderen van de rivieren. Nou, als we dat zo interpreteren, zullen het dan wel geen gletsjers zijn, want die gaan niet zo snel.
Wat wel een beetje typisch is, want het is wel in tegenspraak natuurlijk met de inhoud van dit gedeelte, namelijk het verstijfd zijn juist van die ruige baard. Dan hou je iets juist weer wat tragers verwachten. Maar ik denk dat het idee van het praecipitale doorwerkt en dat er daarom zo veel dactyli in zitten. Verder is hier in dit vers een klein chiasme te ontdekken, namelijk praecipitale aan het begin en riges, riget hier en in het midden die twee bepalingen. Verder is het natuurlijk wel een soort van tricolon, althans er zijn drie dingen die gezegd worden in dit stukje, hier zo. Losjes eraan toegevoegd, zoals ik hier had gezegd. Nix tegit, flumina praecipitant, horidibaba riget. Daarvoor nog iets. Hier zit een klein aanjammement. Hier van die daar naar daar. Had ik al gezegd, ik denk het eigenlijk niet, dat als je dit vers scandeert, Atlantis duri caelum qui vertice fulcit, dat je in dit begin juist allemaal spontaneën hebt. Alleen maar lange lettergrepen. Waarom doet misschien de starheid van Atlas, waarmee hij dus eindeloos stilstaat om de hemel te ondersteunen. De hardheid van hem. Dat wordt al onderstreept, als het ware, door deze scansie. Goed. Ik denk tot hier. Ja, vergeet ik wat? Ik vergeet niks. Ik zie jullie hopelijk in het volgende filmpje. Dat is het laatste stuk van de afdaling van Mercurius. Tot dan.